allemaal. Ik heb nog een filmpje voor jullie. En dit keer een shoplog van Makeup Revolution. Wat ik allemaal heb besteld bij Makeup Must-Haves. Ik ga even mijn benen strekken. Ik zit de hele tijd in een kleermaker zitten. Ik heb al 2 filmpjes opgenomen. En ik merkte dat mijn benen het niet meer zo leuk vonden. Anyway, ik begin gewoon ergens. En ik ga jullie langzaam vertellen wat ik allemaal heb. Oh, ja. Wat ik allemaal heb gekocht bij Makeup Must-Haves van Makeup Revolution. Ik zag op de pakbon dat de prijzen er niet achter stonden. En aangezien ik ze niet helemaal precies uit mijn hoofd weet. De prijzen. Ik ga ze een beetje schatten. Wat ik weet wat ze ongeveer kosten. Ik begin met deze nagellak. Het is een mooie nude kleurige nagellak. Zoals je kan zien. Hij gaat een beetje richting het taupe. En de kleur heet Change My Life. En volgens mij kostte deze 1,49. Dan heb ik 2 pigments gekocht. Een lichte kleur in de kleur Supreme. Zo ziet hij eruit. Wacht eventjes. Zo ziet hij eruit. En ik heb een wat donkerdere kleur in de kleur Grandeur. Zo ziet hij eruit. Ik moet nog eens even gaan spelen met dat licht. Zo. In de kleur Grandeur. En volgens mij waren deze ook 1,99 of 1,49 per stuk. En ik hoop heel erg dat het goede dupes zijn van de MAC Pigments. Even kijken. Dan heb ik een heel leuk contour kitje gekocht. Wat me heel erg doet denken aan de contour setjes of de contour kitjes van Sleek. Er zit namelijk net als bij Sleek zit er een blush, een highlighter en een bronzer in. Maar ze zijn uiteraard van Makeup Revolution. Ik heb de kleur Ultra Brightening Contour Kit in Ultra Fair C01. En volgens mij is de blush een hele mooie dupe van NARS Orgasm. De highlighter is mooi beige, goud van kleur. En de bronzer is mooi licht. Dus ik ben heel erg benieuwd wat dit contour kitje gaat zijn en hoe. Ik moet nog steeds af en toe hoesten. Ik kan er niks aan doen. Dat is nou eenmaal zo. Ik heb ook een The Viper Mascara with Bite. Een mascara with bite. The Viper Mascara with Bite. Heb ik gekocht. Het is een heel leuk koperachtig hulsje. Met een soort slangenprint erop. En het doet natuurlijk een beetje denken aan The Vampire with Bite. En de Viper is een beetje op zijn vampiers geschreven, zeg maar. Ik vind dat heel grappig. Ik ben op dit moment Vampire Diaries. Ik heb voor mijn verjaardag de Vampire Diaries seizoen 5 heb ik gekregen. En ik ben nu weer helemaal opnieuw begonnen. Dan kijk ik 5 erachteraan. Dus ik zit er helemaal in de vampiers. In ieder geval, die heb ik gekocht. Volgens mij was die rond de 3 euro. Zoiets. Bind me er niet op vast. Deze was volgens mij 5, 6 euro. Zoiets. Even kijken, wat heb ik nog meer? Ik heb het mooie Flawless palet gekocht. Deze wilde ik heel graag, maar bij Makeup Revolution was die steeds uitverkocht. En bij Makeup Must-Haves hadden ze hem nog niet. En toen ineens zag ik dat ze bij Makeup Must-Haves dat ze hem hadden. Er zitten heel veel mooie neutrale tinten in. En de verpakking is mooi rosé goud. Ik vind dit echt een heel mooi palet. En ik wilde hem dus ook al heel graag al een tijdje. Dus ik ben echt ontzettend benieuwd naar dit palet. Ik kan niet wachten tot ik hem voor jullie ga reviewen. Wat leuk is dat ook net als bij Sleek, zeg maar, zit er een folietje overheen met de namen van de oogschaduws. Wat mij betreft hadden ze het hierop mogen schrijven of zo. Want ik vind het eigenlijk altijd een beetje onhandig. Maar goed. Hier zijn de oogschaduws. Het zijn mooie neutrale tinten. Het zijn allemaal natuurlijke tinten. Dus je zal er geen kleur in vinden. Maar bijvoorbeeld wel bordeauxrood, bruin tinten, groen tinten. Er zitten mooie tinten in voor smoky eyes. Mooie natuurlijke tinten, matte tinten. Je kan met dit palet echt alle kanten op. Het is een heel veelzijdig palet. Echt super gaaf. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. En ik ben hier ook heel erg blij mee. Tenminste, ik hoop als de kwaliteit net zo is bij de rest van de Makeup Revolution producten, dan wordt dit een heel favoriet palet van mij. Even kijken. Ik ga maar even verder met alle andere paletten. Ik heb
de Redemption Palette Essential Mattes. Nou bleek ik die al te hebben. Maar ik heb nog twee swaps die ik ga doen met meiden. Dus een van de meiden zal dit palet terugvinden in haar swapbox. Dus Essential Mattes palet. Maar ze hebben ook een Essential Mattes 2 palet. En ja, ik ben heel erg... sowieso heb ik geleerd van de make-up artist van Dr. Hauschka. Dat ik beter matte oogschaduw kan gebruiken. Aangezien ik heel erg gevoelige ogen heb. Dus ja, kan deze natuurlijk niet uitblijven in mijn collectie. Wat mij wel opviel meteen. En ik weet niet of jullie het ook kunnen zien. Maar de eerste oogschaduws... En ook wel meer zitten ook in het Essential Mattes 1 palet. Dan moeten jullie even goed kijken of jullie het ook kunnen zien. Maar er zitten veel dezelfde kleuren oogschaduw in. Dat vind ik dan weer jammer. Ik bedoel, doe dan ook wel hele andere oogschaduwtinten. Maar goed, gemiste kans. Maar ik vind het wel hele mooie paletten. Alleen, ja, even kijken. Zeker, ik zal even kijken of ik daarachter kan komen. Die is hetzelfde als die. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6, 7. Er zitten al 7 dezelfde kleuren in van de 12. Dus kan je nagaan. Goed, dan heb ik nog een palet. En die vond ik heel erg leuk. Alleen al de naam vind ik heel erg leuk van. Dit is het Redemption Palette Mermaids vs. Unicorns. En de mermaids zijn natuurlijk de blauw tinten en de unicorns de paars tinten. Maar dit vind ik echt een heel gaaf palet. Even kijken of ik hem open kan maken. Nee, het stickertje zit er nog op. Dus ik kan hem niet openmaken. Maar het zijn echt hele gave kleuren oogschaduw. En echt die mooie groen-blauw tinten en paarse tinten. Dus ik ben hier heel erg benieuwd naar. En ook hier gaat natuurlijk een review van komen op mijn blog. Dan heb ik het Euphoria Eye Shades and Contouring kitje, paletje besteld in Bare. Dus, en dit is een paletje. Ik zal het even aan deze kant laten zien. Er zitten oogschaduws in. Heb ik er nou goed om? Ja, oogschaduws en een bronzer, een highlighter en een blush. De bronzer en de highlighter en de blush zijn volgens mij precies hetzelfde als in het contourkitje. Maar dit is dan weer zo'n perfect palet om mee te nemen op vakantie. Want je hebt een blush, je hebt een highlighter, je hebt een bronzer bij de hand. En je hebt gewoon een paar mooie oogschaduws om een natuurlijke look mee te maken. Dus dit is echt het perfecte palet om mee te nemen op vakantie. Zoals je kan zien. Ik vind het echt een heel leuk palet. En ik zal het er even bij houden. Zoals je ziet zijn de kleuren precies hetzelfde. Van het kitje en van het paletje. Maar desalniettemin vind ik dit heel handig. Want dit is echt gewoon weer heel handig om mee te nemen op vakantie. Dit en je bent klaar. Dus ook dit vind ik heel leuk. En daar ga ik natuurlijk een blogpost van schrijven. En jullie gaan mijn bevindingen vinden. En zien bedoel ik. Even kijken, wat heb ik nog meer? Ik krijg het doosje niet goed dicht. Dat is nou weer altijd zo. Dan wil je even snel en dan lukt het dan weer niet. Het volgende wat ik heb gekocht, en daar ben ik ook ontzettend benieuwd naar, is een blush palet. Ik heb hier al heel veel goede reacties over gehoord, over deze paletjes. Ik heb de Ultra Blush Palette in Golden Sugar besteld. En dit zijn vooral bronzers en highlighters. Ik ga het even openmaken. En ja, er zitten ook blushes in. Zeker 3. Wat je echt als blush kan gebruiken. Dan zitten er een paar highlighters in. En een paar bronzers. Zo ziet hij eruit. Echt super tof. Een hele mooie matte bronzer hier. Ja, en fantastische highlighters. Ik ben hier echt super benieuwd naar. Ook dit is weer heel handig om mee te nemen op vakantie. Want je hebt ook gewoon je highlighters, je blushes en je bronzers bij je. In mijn geval kan ik het natuurlijk niet laten om dan wat meerdere dingen mee te nemen. Dus ik zal waarschijnlijk deze meenemen op vakantie. En ik zal waarschijnlijk die meenemen op vakantie. Weet je wel. Voorlopig ga ik nog niet op vakantie hoor. Ik heb ook nog een Vivid Baked blush besteld. Dit is een mooie gebakken blush. Een dingetje. Volgens mij was deze 10 euro. En waren deze rond de 8 euro, 8, 9 euro.
volgens mij 8 euro, zoiets. En deze zijn allemaal 5 euro per stuk. Even kijken, dan heb ik dus de Baked Blush besteld. Ik probeer hem even open te maken. Het is een beetje een mooie peachy glimmende kleur. Een mooie peachy kleur. Mooi glanzend. En dit is de kleur Make Love Instead. Dus die. Ik heb... En ik ga maar niet de hele inleiding doen. Ik heb namelijk 3 lippenstiften besteld. Nee, ik moet het even zo doen. 3 lippenstiften besteld in een nude kleur. Nou, dat spreekt voor zich. Ze hebben allemaal wel iets verschil natuurlijk. Maar ik ben even op zoek naar een hele fijne everyday lippenstift. En ik dacht, ik ga gewoon alle kleuren even uitproberen. Dit is de goedkoopste versie. En deze kost geloof ik 1,49. Dan heb ik een Lip Geek. Deze zijn geloof ik 3,49, 3,99, 3,29. Zoiets bindt me er niet op vast. Wat ik erg mooi vind aan die Lip Geek lippenstift. En ik heb het al vaker laten zien en verteld. Is omdat ik de verpakking zo onwijs tof vind. En zo ziet de lippenstift eruit. En het zijn hele fijne lippenstiften. Ze blijven goed zitten. Ze voelen fijn aan. En ja, ben ik erg tevreden over. Dan heb ik een van de... Ze hebben een nieuwe lijn, zeg maar, bij Makeup Revolution. En dat is de hashtag Lip Hug. Lip Hug. En dan heb ik When You Came To Me. En dat is ook een nude kleur. Ik zal deze niet helemaal openmaken. Alhoewel, waarom niet eigenlijk? Ik maak hem wel even open. Zo. Zit in een zwart, simpel zwart hulsje met Makeup Revolution of Revolution erop. Krijg het natuurlijk zo. Hier staat Revolution. When You Came To Me is een mooie nude kleur. Een hele mooie nude kleur. Dus heel erg benieuwd naar. Dan als laatste heb ik een Lip Power besteld. En de Lip Powers doen me heel erg denken aan de Lip Booms van MUA. Net als trouwens dat deze lippenstiften me ook heel erg doen denken aan de lippenstiften van MUA. Want die hebben precies zo'nzelfde dingetje en dezelfde hulsje. En noem het maar op. Dit doet me heel erg denken aan de Lip Booms van MUA. Hier zit de lippenstift ook in een nude kleur. Dat kun je denk ik niet zien zo. Maar er zit ook een hele mooie lipgloss in. Je kunt deze op een aantal manieren gebruiken. Je kan namelijk alleen de lippenstift gebruiken. Je kan alleen de lipgloss gebruiken. Je kan de lippenstift inclusief de lipgloss gebruiken. En je kan de lippenstift gebruiken en een beetje lipgloss hier en hier. Om net een beetje wat meer glans te geven aan de lippenstift. Dus een heel leuk product. En ik ben ook heel erg benieuwd, zo gebruik je de lipbooms namelijk ook. Ik ben ook heel erg benieuwd of de kwaliteit gewoon echt vergelijkbaar is met de lipbooms. Dus heel erg spannend. Ik heb nog 2 producten en dat zijn beide Radiant Light. Radiant Lights Breathe en Exhale heb ik. En dat zijn 2 highlighters. 2 nieuwe highlighters ook in de collectie van MUA. Ik ben gek op highlighters. Ik vind highlighters echt heel mooi. Ik hou van een beetje glans op mijn gezicht. En ze zien er zo uit. Mooie zwarte glimmende verpakking. Makeup Revolution erop. Radiant Light staat erop. En dit is de kleur Breathe. Dit is een beetje een... Het is een kleur die me heel erg doet denken aan Soft & Gentle van MAC. Een hele mooie licht gouden kleur. Beige goud of ja, hoe noem ik dat? Een hele mooie kleur. En het patroontje vind ik ook heel erg leuk. Dat is 1. En dan nummer 2 is dus de kleur Exhale. En die moet ik even openmaken. Ook die ziet er zo uit. En ja, dit is een beetje... Die gaat weer meer richting het roze. Ook een prachtige kleur. Dit was eigenlijk mijn bestelling bij Makeup Must-Haves. Ik denk omdat het rond de kerstdagen was. Ik heb het al een tijdje geleden besteld. Het lag al een hele tijd klaar om, om opgenomen te worden. Gefilmd te worden. Maar er zat ook nog een leuke...
van W7 een leuke Lash & Line glitter mascara en eyeliner in. Die kreeg ik er gratis bij van Make-up Must-Haves. Hartstikke leuk. Dus die ga ik ook zeker uitproberen. En ja, dit was het. Dit waren weer mijn filmpjes voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat comments achter. Vind ik altijd leuk om te lezen. En ik hoop jullie snel weer te zien. Jullie kunnen voor de reviews kunnen jullie teruggaan naar mijn blog. www.mywickedweirdlife.com. En daar zullen jullie de reviews terug gaan vinden. Ik hoop jullie snel weer te zien. Doei doei!